ik ben geen donor. Ja, ik ben donor. Nee, ik ben geen 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 donor. Ja, ik ben donor. Ja, ik ben donor. Nee, ik ben geen donor. Ik ben op dit moment geen donor. Nee, eerlijk gezegd heb ik daar eigenlijk nooit echt over nagedacht. Het is denk ik wel heel belangrijk. Maar ja, eigenlijk is het iets waar je niet vaak aan denkt, denk ik. Maar middels deze campagne denk ik dat mensen er wel over na gaan denken. En ik zeker ook. Ik ben al heel lang donor, omdat ik het zonde vind om mijn organen niet nog een keer te laten gebruiken. Ik ben geen donor, omdat ik nog te weinig informatie erover heb. Ik vind het een raar idee dat er na mijn dood in me gesneden wordt. En ja, ik ben eigenlijk te weinig geïnformeerd om toch donor te worden. Ja, omdat ik daar andere mensen enorm gelukkig mee kan. Dat is eigenlijk het idee. Het maakt voor mij niet uit wat er met mij gebeurt na mijn overlijden. Andere mensen kunnen daar hun gelukkig van worden. Dus ik zie geen reden waarom niet. Laat je goed informeren. Kijk gewoon goed naar wat de mogelijkheden zijn. En maak de keuze die best bij je past. Ja, misschien in de toekomst dat ik daar verandering. Eerlijk gezegd heb ik er nooit over nagedacht. En word je er ook niet heel vaak mee geconfronteerd met die situatie. Maar het is natuurlijk wel goed dat deze campagne gevoerd gaat worden. Voor mensen die het nodig hebben, die misschien hun leven gered kunnen worden eigenlijk door andere mensen. Nooit eigenlijk over nagedacht. Ik denk dat ik ook niet echt in de situatie ben gekomen om eigenlijk donor te worden. Ik denk als de mensen om je heen of zo iets nodig zouden hebben van je, dat je dan misschien eerder die keuze zou gaan maken. Maar, ja, ik ben zelf wel nooit in aanmerking ervoor gekomen of heb het nooit echt niet gesproken. Dus vandaar dat ik nog geen donor ben. Ik denk dat ik nu nog niet echt in de situatie kom om te overlijden, hoop ik. Dus wie weet dat ik in een volgend stadium misschien wel de keuze maak om donor te worden. Maar ik kan niks beloven. Eerlijk gezegd heb ik er nooit bij stilgestaan. Ja, omdat ik dat zeg nu, ik ben er nog nooit mee geconfronteerd. Dus ja, je interesses leg je daar eigenlijk nog niet naar. Ik ben donor omdat ik 12 jaar geleden een leverziekte heb gekregen. Waardoor ik steeds minder kon en meer moest inleveren. Het afgelopen 2 jaar ongeveer meer in het ziekenhuis gelegen en thuis geweest. En ik kon op het laatst eigenlijk haast niks meer. 3 weken geleden heb ik een levertransplantatie gehad en sindsdien gaat het allemaal, moet ik het wel herstellen, maar gaat het wel veel beter en is voor mij echt een nieuwe kans. Dus ik ben er echt heel erg blij mee en ik hoop dat iedereen donor wordt. En dankzij mijn donor heb ik weer een toekomst, kan ik weer plannen maken en weer dromen realiseren. En ja, ik vind mijn donor echt een held. Ja, dat mensen zich registreren, dat ze zich bewust zijn van de keuze die ze kunnen maken en wat kan betekenen voor iemand anders. Ik weet dat natuurlijk uit eigen ervaring, maar soms komt het natuurlijk pas als je er zelf mee in contact komt of dat je het zelf hebt of een naaste van je. Maar weet dat er heel veel mensen zijn die het heel hard nodig hebben en dat je echt letterlijk hun leven redt. Ik persoonlijk baal enorm van laffe politici die niet bereid zijn om in Nederland eenzelfde systeem in te voeren als er in België is. In België ben je gewoon donor, tenzij je zegt dat je dat niet wilt. En daar is nooit een tekort aan donors. Dus ik zal er nu over na gaan denken en kijken of het iets voor mij is en hoe ik daarin kan helpen. www.donorweek010.nl